De tentoonstelling De Vroege van Gogh werkt tegen de onverschilligheid in, brengt een grote selectie tekeningen van Vincent van Gogh op zaal. En dat is uniek. Werken op papier zijn kwetsbaar en worden niet vaak getoond in een tentoonstelling. Maar voor nu zijn ze bij elkaar gebracht om een verhaal te vertellen. Voor de tentoonstelling hebben we Auke van der Woud gevraagd om naar het werk van Vincent van Gogh te kijken en daar iets over te zeggen. Tegelijkertijd hebben wij aan de tentoonstelling een groot aantal foto's van Henri Berssenbrugge toegevoegd. En die laten ons als publiek zien hoe het eruit heeft moeten zien tijdens het leven van Vincent van Gogh. Dat vroege werk, dat is eigenlijk de periode waarin hij besluit om kunstenaar te worden en waarin hij eigenlijk voortdurend aan het oefenen is om het maken van kunst onder de knie te krijgen. Hij gaat niet naar de academie, hij gaat geen les nemen, want hij wil zelf erachter komen hoe hij wil gaan tekenen. En hij begint met tekenen, want eigenlijk is dat de eerste fase. Je moet eerst goed kunnen tekenen voordat je goed kunt schilderen. En je ziet hier bij dit werk in 1880 dat hij eigenlijk op een tamelijk laag niveau begint. En zoals hiervoor, als je naar dit detail kijkt, van die nek, die eigenlijk dan hier een beetje buiten dat boordje komt. Dus dat zijn allemaal van die dingen dat je zegt, ja, het zit gewoon nog niet lekker. Het zijn oefeningen. Vincent van Gogh kiest voor zijn tekeningen onderwerpen die hem heel erg nastaan. Mensen om hen heen, mensen die moeten knokken voor hun bestaan. Die leven aan de rafelranden van de samenleving. Want, zo schrijft hij, daar is de waarheid echter dan de werkelijkheid. Dit zijn eigenlijk dan na 3 jaar buffelen op dag in dag uit. Hè, op die techniek van het tekenen. Dan zie je hoe die er eigenlijk in geslaagd is om eigenlijk tekeningen te maken die nu wereldberoemd zijn. Die een enorme kwaliteit hebben, dus die eigenlijk iconisch, hè? Het zijn iconen in de moderne kunst geworden. Dat heeft hij dan toch in een paar jaar bereikt. Van Gogh was bezig met eigenlijk de moderne kunst te ontdekken. Hij zag dat eigenlijk die academische schilderkunst een doodlopend spoor was. Dat was gewoon voorbij, dat was die nieuwe eeuw die eraan kwam, hè? 1885, dan zit je al een beetje in het fin de siècle. Er is ook een andere kunst nodig, moderne kunst. Hij zit te zoeken naar hoe ziet hij eruit. De tentoonstelling De Vroege van Gogh werkt tegen de onverschilligheid in is te zien tot april in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.